We zijn er wellicht iets meer duidelijkheid over gekregen. Er is een verkeersregel gewijzigd. Maar de aansprakelijkheid is idem dito gelijk gebleven als eerst. We gaan nu verder met het volgende onderwerp. We gaan nu kijken naar een bijdrage van onze collega's van Loes uit S. In S is de fanfare drumband Sint Willy Brothers nogal actief met het werven van nieuwe leden voor hun korps. Annemarie van Grinsven, lid van de opleidingscommissie, vertelt hier meer over. Dat het goed gaat met die vereniging, dat stel ik van hieraf vast, gezien het grote aantal belangstellenden dat hier vandaag aanwezig is. En u kunt dat zelf ook vaststellen. We verheugen ons er erg over, want de laatste tijd zijn ook onze concerten zodanig bezocht dat de stoelen tekort komen. En dat betekent dat het met de fanfare, de vereniging, uitstekend gaat. Dat blijkt ook uit het feit dat wij vandaag op een voorspeeldag 35 leerlingen hier op het podium zullen krijgen. En 35 is op zich al een getal wat voldoende zou zijn om een fanfare te vormen. Kunt u nagaan dat het met de vereniging goed gaat? En ik denk dat u daar trots op mag zijn dat in een dorp van ongeveer 2000 inwoners er een vereniging is, een muziekvereniging met meer dan 100 leden. En 35 leden in de aanwas die gaan beginnen. Goedenavond, beste kijkers. Vanavond schenken we wat aandacht aan de opleiding van muzikanten bij de fanfare drumband Sint Willy Brothers uit S. Daarvoor hebben wij gevraagd aan Annemarie van Grinsven, omdat zij lid is van de opleidingscommissie, om daar iets meer over te vertellen. Annemarie, welkom. We hebben net het openingswoord gezien van de voorzitter van de fanfare en drumband, de heer Bindels, die wat vertelt over de leerlingenpresentatie. Nu willen we iets meer weten over de opleiding van deze leerlingen. Iemand wil muziek gaan maken, die klopt aan bij de Sint Willy Brothers in S. Wat gaat er dan gebeuren? Eerst worden ze lid van de vereniging. Dan betalen ze dus gewoon de contributie. En dan gaan ze dus in opleiding. Kunnen ze dus een keuze maken voor of slagwerk of voor blazen. Nou, aan de hand van die keuze gaat de opleiding dan verder. Aanmelden kan in principe door het hele jaar door, maar het is wel zo, de opleiding start in september en ja, oktober kan ook nog wel, ja. Maar het moet niet veel later worden. Een beetje met school. Ja. 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 Dan zijn ze lid van de vereniging, ze hebben een keuze gemaakt voor hun slagwerk of voor een blaasinstrument. Dan vraag ik me wel eens af, de kosten, bij een voetbalclub betaal je contributie, bij een harmonie betaal je natuurlijk ook contributie, maar moeten ze voor een opleiding en voor het gebruik maken van een instrument, of moeten ze dat zelf kopen? Een instrument kost toch gewoon een paar duizend gulden? Dat klopt. Het instrument krijgen ze van de vereniging. Ze hoeven dus ja, in principe geen eigen instrument te hebben. Dat lenen ze in feite? Ja. Het mag wel, maar het gebeurt niet zo heel vaak. Dat gebeurt wel vaker met leden die al langer lid zijn, bij meerdere verenigingen zijn die een eigen instrument hebben. En in de contributie, de opleiding die ze gaan genieten, want ik heb begrepen dat het 2 jaar duurt bijna de opleiding. Ongeveer gemiddeld is het 2 jaar voordat ze er A-diploma hebben. Daarna gaan ze dan ook nog verder voor, kunnen ze verder gaan voor een B-opleiding. Ja, je hebt het over een diploma. Begrijp ik dan goed dat het naast een stukje praktijk er ook een stukje theorie bij zit? Dat klopt. De opleiding bestaat zowel uit een theoriestuk als uit een praktijkstuk. En is het ook zo, het zit in elkaar in verweven. Dus tijdens de praktijk worden de punten uit de theorie ook naar voren gehaald.
En hoe vaak gaan ze dus naar school toe, zeg maar? Eén keer per week ongeveer een half uur per leerling. Het kan zijn dat ze in groepjes van twee les krijgen. Het is niet echt klassikaal, dus echt een groep van 1, 2, 3. Ja. Dat ze dus naar de school gingen om leerlingen te werven. Ja. Maar ik heb ook bij de laatste leerlingenpresentatie zag ik dat er ook wat oudere mensen, of die mensen hebben heel lang op school gezeten. Dat klopt. Er zijn ook oudere mensen, volwassenen, mensen die vroeger ooit lid zijn geweest, die toch weer lid worden. Wat is de ervaring met die mensen? Moeten mensen daar heel erg tegen opzien om op een wat latere leeftijd een instrument te gaan bespelen? In principe niet. Ze moeten er wel rekening mee houden dat het dus ja, voor hen, omdat ze vaak al langer uit het leerproces zijn, dat het wel langer duurt als bij jeugd. Want jullie hebben zelf een heel mooi boekje in opleiding bij Fanfare, Drumband en Sint-Willy Brothers. Dan lees ik dat één keer per jaar wordt er een leerlingenpresentatie gehouden. De leerlingen, zijn die dan al in staat om een stukje te blazen of te trommen? Het is zo, dat wordt altijd ja, rond april wordt die leerlingenpresentatie gehouden. En in principe doen alle leerlingen er ook echt aan mee. Dus dat is wat we nu, wat beelden hier tussendoor gemonteerd, dat is hetgeen wat we dus op de leerlingenpresentatie zien. En dat zijn leerlingen die dus... Ja. Zeg maar een maand of, praten over een maand of 8, 9 bezig zijn. Ja, ja, en er zit, ja, dan heb je dus, en die al 2, 3 jaar bezig zijn, 4 jaar. Ja, dat blijkt, ja. Ja. Hoe lang doet een leerling, als ik iemand van de lagere school neem die begint met muziekinstrument spelen, hoe lang zal normaal gesproken zo iemand doorstromen naar het grote orkest? Echt naar het grote orkest doorstromen, ja, ruim 2 jaar. Daar moeten ze echt wel rekening mee houden. Je hebt er af en toe wel eens een uitschieter tussen zitten dat het iets vlugger gaat. Maar meestal is het globaal een jaar of 2. 3. Einde van dit stukje film over de opleidingscommissie van onze Fanfare en Drumband. Even wat namen bekendmaken waar de mensen contact mee op kunnen nemen. Ja. En ik zou zeggen, volgens mij zijn we weer een heel stuk wijzer geworden met betrekking tot de opleiding bij Fanfare en Drumband Sint-Willy Brothers. En ze kunnen altijd een mooi volgtje aanvragen. Dat klopt. Om meer te weten te komen. En ze zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom, neem ik aan. Jazeker. Er is geen ledenstop. Helemaal niet. Oké. Nou, mensen, als jullie iets gezelligs willen doen, denk er maar eens over na. Annemarie, bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat het storm loopt. Dames en heren, we gaan verder met ons volgende onderwerp.
U weet waarschijnlijk wat koningsgieten is. Daar hebt u wel eens van gehoord. Dat wordt in dorpen zoals de gemeente Haren al veel gedaan. Maar weet u ook wat keizersgieten is? Nou, ik heb me laten vertellen dat koningsgieten ongeveer hetzelfde is als keizersgieten, maar dan veel anders. En hoe het nou precies zit, dat zal in het volgende onderwerp duidelijk worden. Op 18 juni 2001 is het opnieuw koningsgieten in Haren. Ik zit nu bij de heren Kees en Hendrik van de Wiel. De een is keizer en de ander is koning. De koning gaat op dit moment misschien over naar wachtende keizer. Wat houdt dat in? Wat houdt in dat je de huidige keizer, die nu keizer is, die blijft keizer tot zijn leven lang. En als die weg zult vallen, dan heb ik pas recht op officieel keizer te worden. Dus mocht uw broer komen te overlijden, is het pas zo dat u keizer wordt? Dan word ik, in dat moment word ik dan pas keizer, ja. Bij het koningsschieten staat er een koningsvogel bovenop de mast. En daar mag u 3 keer op schieten. Stel, na de 3e keer, het is mis. Wat gebeurt er dan? Nou, als ze de 3e keer missen zijn, dan mag ik gewoon op de koningsvogel wordt dan vastgezet. En dan mag ik gewoon bij de andere leien meeschieten. Zul je hem dan nog naar beneden halen, dan word ik nog wachtende keizer. Nog steeds wachtende keizer. Maar... Dan ga ik er weer opnieuw op. En als dan de vogel weer opnieuw gezet, dan komt er toch weer een nieuwe koning. Oké. Koningsvogel, die u nu aan heeft, stamt uit 1916-18, heb ik begrepen. Heeft u daar een verhaaltje misschien over? Ik helemaal niet, want daar weet ik heel verder niks van. Nee. Nou, de koningsvogel weten wij eigenlijk niet precies hoe oud het is. Maar dat is ooit achter een nieuwe plaat aangekomen, dat kun je ook zien. En dan weten wij eigenlijk het jaartal precies er niet van. Maar van het bosbeeld, daar staat het jaartal wel op ingeroveerd, ja. Maar niet in de papegaai zelf. Dus we weten eigenlijk niet hoe oud dat de papegaai is. Die papegaai die geeft dan eigenlijk de koningvogel aan? Ja, dat is eigenlijk de koningvogel. Nou zijn er privileges, werkzaamheden die misschien een koning of een keizer heeft. Wat houdt het koningschap in binnen een gilde? Het koningschap houdt in dat de koning altijd moet bezig zijn bij elke vereniging als ze ergens naartoe gaan of een vergadering of iets. De koning heeft zijn plicht om alle keer aanwezig te zijn. Dat is zijn plicht. Dat is de plicht. En van de keizer? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. De keizer probeert overal bij te zijn. Dat is dus een erefunctie, want het keizerschap is eigenlijk een erefunctie. Dus je gaat als erelid eigenlijk een beetje mee, want ja, ik betaal geen contributie, hoef te betalen. Ja, dus je moet toch eigenlijk veel opofferen om ergens bij te zijn. Is ook een echte opoffering? Ja, opoffering. Ik ben heel blij dat ik het ben. Maar daar je ook heel veel tijd in beslag. Met name ook met de teerdagen. Want nu komt er ook weer een teerdag aan. De laatste zaterdag van mei. En is dat dan gezamenlijk met de andere 3 gildes? Nee, dat is elke gilde apart. De 3 gildes doen wel, teren die dag, alle 3. Maar elke gilde in zijn eigen clublokaal, daar doen ze de teren. We hebben ook koningsgilden. Van de 16e en de 17e, 18e eeuw. Misschien dat we daar straks iets beter op in kunnen zoomen. Misschien kunnen we iets vertellen over het keizersschild. Het keizersschild is zo gelegen. Ik ben 18 jaar geleden keizer geschoten dan. Ja. En toen hadden wij geen keizer meer in ons schilde. En toen hebben ze geld bij elkaar gesprokkeld om het keizerszilver bij elkaar te krijgen. Mm-hmm. En toen zijn ze met mij op een avond gekomen en toen hebben ze het aanwezen bieden. En toen heb ik al de spullen van de gilde weer teruggeschonken. Want de vaan, de zilver, dat is allemaal dan van de nieuwe keizer. En dat heb ik allemaal teruggeschonken. En zodoende is dit mijn eigendom. Dus komt er een nieuwe keizer, ja. Dan krijgt hij niet dit schild. Ik denk dat ik het wel straks af zal staan weer aan de gilde om weer de volgende keizerschap te laten doen. Maar dan kunnen ze die platen afhalen, ja. En een nieuwe naam opzetten, dan hebben ze weer een mooi schild. Die dag, 18 juni, begint al heel vroeg, heb ik begrepen. 'S Morgens om 4 uur wordt er al verzameld.
Ja, ik heb een schrijver gehad van jullie dekenschrijver. En dan wordt de standaard drager wordt afgehaald. En daar wordt eten en gedronken. Dan komt de vaandrig, de hoofdman. En dan gaan ze naar de koning. Daar hebben ze ook nog iets. Dan krijgen ze een koffietafel. Compleet. Met de koning. Ja. Ja, dus als ze hier zijn, dan doen ze allemaal gezamenlijk eten. En, al, ja, en van daaruit gaan we weer naar de keizer toe. Lussen ze nog wel iets als ze hier komen? Ja, dan lussen ze het nog goed. Want op de andere plaatsen is het maar één broodje of zoiets. Maar dat ze weten dat ze bij de koning de koffietafel krijgen. Aha, maar bij de keizer is het ook nog een keer eten en drinken. Nou, dan vatten ze voor het mistijd een bootje of een flesje bier. Of nog. Ja, ik wil al zeggen, de buik niet zo aardig vol zit. Dan zit het wel voor het vol. Okay. Daarna gaan we naar de Heilige Mis. En kun je daar misschien iets over vertellen? Nou, we gaan naar de Heilige Mis. Dat is dan van vroeger uit. En dan hebben we een mis gaan met 3 gilden. En dan met koningsschieten is het zo, dat gilde... De korse bij het koningsschieten, dus daar zijn wij nu, die trekken eerst de kerk in. Dan de gilde die dan korse bij het koningsschieten, die trekt dan de kerk in. En dan de derde gilde. Dat ga je altijd zo op volgorde. Dat is ook in een optocht, is het altijd te zien welke gilde dat korse bij het koningsschieten. Je kunt altijd zien, die loopt altijd voorop. Of in het midden. Of de koning loopt in het midden. Als er met 3 koningen zijn, loopt de koning die het korse bij het koningsschieten, loopt in het midden. Want na de Heilige Mis, dan... Heb ik begrepen dat u nu eerst naar de Bartel gaan. Dus dan is het volgende is dan Sint Joris. Dan gaan we eerst naar de Bartel, naar Sint Joris. Ja. Daar gaan we dan eerst naartoe. Maar dan gaan de 3 gildes wel bij elkaar. Dus dan de standaardrijden, die gaan alle 3 voorop. Ja. Dan gaan we de moedervaan, dan komen de tamboers, dan komen de vendelzwaaiers. En dan komen de 3 koningen. En dan komen de keizers en zo trekt dat verder. En zo gaan we eerst naar de Bartel. En we in de Bartel 3 kwartier zijn geweest, dan gaan we naar de Michel nu voort. Want in de andere gilde zit over bij de Michel. Dus dan zitten we daar weer 3 kwartier met de Michel. En van daaruit gaan we dan naar het schutsterrein toe. Op het schutsterrein aangekomen. 3 rondjes rondom de boom om de boze, kwade en geesten te verdrijven, heb ik gehoord. Ja. Dat is ook een oud gebruik. Dus dan gaan we 3 keer rond met de vendels en de vendeliers. En dan trekken we 3 keer rond een boom. En dan is de boom vrijgegeven, noemen we dat. Oké, dan mag u al het zilver dat u nu aan heeft uittrekken. Als ik dan zo werd zijn met de boom staan, dan doet een hoofdman mijn van mijn zilver af. Het zilver wordt afgedaan en dan wordt op een kleerhang. Op dat moment is de gilde zonder koning, dus is koningloos. Dan mogen de overheden... De burgemeester en de pastoor 3 schoten lossen op de losse vogel. Maar ook de andere koning en keizers van de andere gildes. Even kijken hoor. En ieder die dus van hun de vogel neerhaalt, heeft dus eigenlijk een beetje de plicht om het betreffende gilde dat nu dus koningsschieten heeft, een schenking te doen. Maar dan, u mag... Dan mag ik proberen of dat ik hem af kan schieten. Dus ik krijg ook 3 schoten. En van die 3 schoten hoop ik dat ik er maar 1 meebreng. En dat je naar beneden valt, de vogel. Al druk aan het oefenen? Al heel druk aan het oefenen, ja. En met de laatste week dan hoop ik dat mijn broer heel de week van mij meegaat. Nou, we zetten een week van tevoren zetten wij een leuke vogel erop, noemen we dat. Een leuke vogel? Ja, dat doen we een week van tevoren. Dan gaat er een vogel op en dan mag iedereen op oefenen. Die vogel kan niet kapot geschoten worden, want die maak ik zo dat je niet kapot kan. En dan mogen ze heel de week vrij oefenen. Normaal gesproken mag niet vrij geoefend worden dan? Nu mag niet op de koningboom geschoten worden. Nee. Maar een week van tevoren wordt je opgezet, die vogel. En dan mag iedereen ze vrij oefenen als je wil. Oh, dat is leuk. Maar de vogel gaat eraf. En dan? Nou denk ik dat ik met een boog omhoog gooi van blijdschap. Dat denk ik zeker, ja. Dan bent u wachtende keizer op uw broer. Hoe vindt u dat? Nou, dat vind ik heerlijk. Ik hoor alleen al dat ik die titel heb mogen halen. Dat vind ik al een eer. Ja. En, dus, en dan ik hoop dat hij nog heel lang keizer is en ik in de wachtkamer zit. Dat hoop ik echt. Okay. Ik hoop dat je van mij nooit afpakt. Nee, dat is zeker te hopen. Het is, maar ja, het kan ook misgaan. Dat kan altijd. Hoe gaat het dan verder? Nou, als je toevallig geen keizer schiet die een dag... Dan wordt de vogel vast opgeplaatst door de andere 2 koningen. Die zetten dan de vogel vast erop. En dan wordt er geloterd wie het eerst mag beginnen. En dan kijken wie het lesje stukje van die vogel afschiet. Dan kun je daar zien die vogel.
Nou, en dan wie het beste stukje eraf heeft, die mag hem hebben. Is dat toevallig de oude koning, dan krijg je nog zijn titel van zijn keizerschap. Maar heeft je dat niet, dan komt de nieuwe koning. En als die komt bestuur bij elkaar en die zeggen nou, ja, ja, wat praktisch nooit afgekeurd natuurlijk, maar laat zeggen dat er iemand is dan zegt, ja, dat kan niet door een beugel of zo, maar ik heb het nog nooit gehoord of meegemaakt. Dus dan zegt het bestuur, wil u koning worden? En als je dan zegt, nee, ik zet hem terug, dan moet je 100 gulden lappen en dan gaat er weer een nieuwe vogel vast erop. En dan begint het weer helemaal vooraf aan. Okay. Ja. Maar die oefenavonden, want jullie schieten met de handboog, de andere twee gilden schieten met de kruisboog. Wat is het grote verschil daartussen en hoe vaak zijn die oefenavonden? Bij ons is de oefenavond eens in de week, dat is op woensdagavond, van heel het seizoen. Ja. En om de 14 dagen zaterdag is een competitie schieten. Dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Als er leuke vogel op staat, mogen ze elke avond oefenen. En wordt daar druk gebruik van gebruikt? Niet dat ik weet. Wel door de koning zelf, die keizer wil worden, laat maar zeggen. En degene die koning wil worden, nou, die komen stiekem wel even proberen dat ze hem kunnen raken. Want normaal gesproken staat die boom dus het hele jaar... Ja, voor niks. Ja, gewoon stil. Dan heb ik nog een paar kleine vraagjes van ja, hoe groot is het gilde op dit moment? Hoeveel leden en hoe word je gildebroeder of gildevrouw? Kan dat? Gildevrouw, dat kan bij ons nog steeds niet, nee. Maar gildebroeder worden door het opgeven bij het bestuur. Een bestuur die stemt u, of u stemt er niet, maar als het bestuur is bestemd, dan bent u lid. En dan doet de schrijver, die brengt een berichtje dat hij zijn contributie en wat je moet betalen. En dan is je lid. Gaat nog vrij makkelijk. Dat gaat heel vrij makkelijk. Heel makkelijk. Ik ben door mijn vragen heen. Ik wil je heel veel succes wensen. En ik hoop dat het lukt. En ja, dan ja, en ik hoop, is het... Dat we een hele goede nieuwe koning krijgen. Ja, want dat is heel belangrijk. En er komt zeker een nieuwe koning. Er komt altijd een nieuwe koning. En ik weet, er zijn de verschillende die erop azen. En ik hoop dat we een hele goede koning krijgen. Dat zal onze vereniging zeker weer goed doen. En ik mag ook wel zeggen, onze oude koning, die 18 jaar, Hein, die 18 jaar koning geweest is, ook heel goed zijn best gedaan heeft. En we hebben daar een hele goede koning aan gehad. Dat mag ik ook wel even zeggen, vind ik. Ja? Ik ben geweest dus. Wil je misschien nog iets als laatste zeggen? Daarvan... Ja, ik hoop dat we een mooie dag hebben, dat hoop ik. In februari van dit jaar werd hij wereldkampioen bij de jeugd in het rolstoeltennis. Niet alleen in het enkelspel, maar ook in het gemengd dubbel. Reden voor de gemeente Haren om Michael Scheffers een legpenning te overhandigen. Michael wist van niks. Nog groter was zijn verrassing toen in één keer achter de coulissen Paul Haarhuis ten tonele verscheen. We gaan nu kijken naar een impressie die de Hos maakte op zaterdag 28 april. Is de heer Jongmans zo dadelijk zal gaan doen. Michael heeft in de loop van de tijd sportprestaties van ongekend formaat geleverd. Voor de tweede maal achter elkaar jeugdwereldkampioen, kampioen rolstoeltennis enkelspel en dit jaar ook voor het gemengd dubbel. Een fantastische prestatie waar je zelf en de mensen in je omgeving, maar waar wij ook als gemeente naar trots op zijn. En ik mag bekendmaken dat er besloten is om jou de fraaie legpenning van de gemeente Haren met inscriptie aan te bieden. In feite een bijzondere huldiging met een unieke penning. Met die zaken erbij die erbij horen. Het is een mooi doosje met een nog mooie penning. Met het gemeentewapen van Haren, Legpen is een opleidingsinstituut Werk en Rode, waar Michael aan verbonden is, niet vergeten. Het leek me een eer voor een drievoudig wereldkampioen hier te zijn. Dat is toch een unieke prestatie. Sowieso om het één keer te doen is al natuurlijk geweldig, maar om het dan het jaar daarna weer te doen en in de mixdubbel nog een wereldtitel bij te pakken, ongelooflijk knap. Dus aan een prestatie neer te zetten, waardoor je ook al die trainingsuren die je erin steekt, weer terugkrijgt betaald eigenlijk. Het is een geweldige stimulans ook om door te gaan, wat net werd gezegd. Om meteen maar even met de deur naar huis te vallen. Het is, heb ik gisteren begrepen, ahoy geworden. Tevreden? Nou, ik persoonlijk had ook wel graag in Den Bosch gespeeld. Was onze laatste keer erg goed bevallen.
En er kunnen een paar duizend man meer in. Dus ja, aan de ene kant heb ik zoiets van, man, het maakt mij eigenlijk niet veel uit. Ik denk dat het alle twee goede locaties zijn. Alleen in Den Bosch komt nog iets meer bij, iets meer man. Waardoor je nog misschien iets meer lawaai en atmosfeer krijgt. Maar het zal ongetwijfeld in Ahoy ook fantastisch worden. Dat hopen wij ook. En hopelijk ook de finale. Maar daarvoor was je hier gekomen. Paul, Michael Scheffers, kende je hem voordat je de uitnodiging kreeg van de gemeente? Nee, eerlijk gezegd niet. Omdat ik toch te weinig in Nederland ben, ook om de krant te lezen. Als je het hele jaar in het buitenland zit, en, ja, dan krijg je dat soort dingen toch weinig mee. Hij speelde ook nog niet met bij de wereldtop van de senioren mee, die ik bij een aantal toernooien toch tegenkom. In ieder geval in Miami spelen ze tegelijkertijd zelf een toernooi. Ik meen ook bij de US Open dat ze altijd wel aanwezig zijn. Ja, en dan zijn er toch de Nederlandse wereldtoppers die daar ook zijn. En hij behoorde tot nu toe bij de jongere garde. En hoopt zich daar natuurlijk over een paar jaar bij te kunnen scharen. Maar ik hoop nog veel van hem te horen. Je hebt hem ook nog niet zien spelen? Ik heb hem nog niet zien spelen. Dus je kunt er ook niet over oordelen van, want hij gaat inderdaad nu, hij heeft de 18-jarige leeftijd bereikt. Mocht nog net aan het wereldkampioenschap van dit jaar meedoen. Dat betekent wel dit jaar voor de senioren. Dus dan kun je ook eigenlijk nog niet oordelen of dat hij het flink voor zijn kiezen krijgt. Nee, dat kan ik niet oordelen. Hij zal ongetwijfeld een aantal zware wedstrijden krijgen. Want hij kan natuurlijk vanaf nu in die senior toernooi tegen nummer 1 van de wereld komen. Ja, dan is het niveauverschil toch nog wel redelijk, denk ik. Maar dat is alleen maar een stimulans om daar dingen uit op te pikken en uit te leren. En daar door verder te borduren. Want hij is nog jong, hij is pas 18 jaar. Je praat net over de nummer 1 van de wereld. Wie is dat en hoe oud is die, jongen of vrouw? Dat is, ik weet niet op dit moment, want die ranking verandert ook net zoals bij de heren, bij het gewone tennis. Verandert dat ook per toernooi, omdat ze punten halen voor de wereldranglijst. Maar je hebt een hele goede Fransman, een hele goede Amerikaan en drie hele goede Nederlanders die elkaar heel dicht wat wereldranglijst bij elkaar zitten. En ja, die jongens zijn toch allemaal 4, 5, 26. Dus die zijn toch allemaal weer wat ouder. En daar zal hij naartoe moeten groeien, naar het niveau en naar mentaliteit op de baan. Ik heb hem nog niet zien spelen, dus hij zal ongetwijfeld van dat alles zou hij al veel hebben, anders word je niet twee keer wereldkampioen. Ja, dat wou ik maar net zeggen. Ik bedoel, hij is al 2 jaar achter elkaar wereldkampioen geworden bij de jeugd. Dus hij zal wel degelijk iets in zijn mars hebben. Ja. Paul, als laatste, ik wil jou en samen met je hele Davis Cup team heel veel succes toewensen. Ja, met in september. Het is 12 en 13 september? 21, 22, 23 september. Een week later. Maar nogmaals, heel veel succes. En laat ons genieten. En tot ziens in de finale. We gaan het proberen. En het zou fantastisch zijn om die finale te bereiken. En, ja, het is toch een droom van me om dat ooit mee te maken. Ja, want dan denk ik, als je ook de finale zou winnen, dan zien we Paul Harris volgend jaar weer in die Davis Cup. En wordt hij nooit coach? Nou, dan is de kans groot dat ik mijn titel verdedig samen met de rest van mijn teamgenoten. Maar voorlopig zijn we daar nog toch wel een aantal wedstrijden van verwijderd. En Frankrijk wacht ons. Het wordt een hele zware klus. Maar ik denk dat we van tevoren gewoon in moeten stellen op een fantastisch weekend. En dat we daarvan moeten gaan genieten. En dat gebruiken en die entourage gebruiken om tot weer grote hoogtes te komen. Oké, succes. Dank je wel. Thank you.
Ja, dat deed ik ook. Dat ging ik ook. Pak die maar, daar zit ook een beetje tas. Ja. Dat is het probleem nog steeds natuurlijk voor Paul Haarhuis, de beweging in de rolstoel. U praat iedere keer over een fonds. Dat betekent dat er nog geen echte sponsoren zijn voor Michael. Jawel, nou, die zitten daar voor een deel in. En er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die los van het fonds... Kijk, als iemand zegt, ik wil met dat fonds niks te maken hebben... maar ik wil Michael Scheffer steunen, dan moet hij dat vooral doen. Dan zullen wij alleen maar toejuichen. Dus het gaat niet om het fonds, het gaat om Michael. Maar we hebben dat fonds is opgericht en voorgesteld door Daddy Stibbe... juist om het makkelijker te maken voor mensen om bij te dragen. Elke bijdrage is welkom. Maar ook om één plek te hebben van waaruit dus Michael Scheffer zijn toekomstige prestaties kunnen worden gefinancierd. Naam Daddy Stibbe. Daddy, welke rol vervul jij daarin? Nou, ik heb het leuk gevonden om toen ik las over Michael... om hem een steuntje in de rug te bieden. Ik doe veel in sport, meestal in de paardensport, maar je moet niet eenzijdig zijn... En ik vond het gewoon leuk en toen ik erover las en met Hans Haas, toen hij nog burgemeester was, dat besproken had. Toen dacht ik, ja, dat is de moeite waard om daar eventjes iets aan te gaan doen. En nou, ik ben natuurlijk heel blij dat Wim Dik daar voortrekker van is. Want ik ben geen Helvoortenaar, hoewel ik wel veel band met Helvoort heb gehad. En het is altijd goed. En waarom juist een fonds? Het is in dit stadium nog niet... mogelijk, denk ik, om één grote sponsor voor hem aan te trekken. Dat vind ik ook niet zo leuk. Ik heb liever dat er 500 mensen in Helvoort zijn die 50 gulden geven... en er allemaal bij betrokken voelen. Dat is het idee waarom we dit opgesteld hebben. We hoeven geen grote bedragen hebben. We moeten aan het eind van de rit voldoende geld hebben... zodat hij zijn punten kan halen, want daar gaat het om in de sport... om zich verder te ontwikkelen. En daarvoor moet hij nogal wat buitenlandse reizen doen. En dat zijn de hoofdkosten. En een goede trainer, die heeft hij ook. Maar we zijn halfweg. En ik denk dat we aan het eind van het jaar dat bedrag wat we nodig hebben. Ik ben altijd erg optimistisch in die dingen. Het gaat niet om kapitalen. Maar het gaat toch om een substantiële bijdrage voor iedereen in Helvoort die dat leuk vindt. Dit was het weer voor vanavond. Ik hoop dat u met heel veel plezier hebt gekeken. Heel lang zijn we niet uit de lucht. Aanstaande zondag kunt u ons live bewonderen op de Jaarmarkt in Haren. Vanaf 12:30 bemannen wij een stand ter hoogte van gemeenschapshuis Den Domp. En ook worden er beelden gemaakt van de Jaarmarkt die regelmatig live op uw tv te zien zijn. De herhaling van dit praatcafé is niet zoals u gewend bent op zondag, maar op maandag, tweede Pinksterdag, om 5:00. Daarna, om 6:30, kunt u de beelden zien van de Jaarmarkt die wij een dag daarvoor hebben opgenomen. Bedankt, tot ziens, tot Hos.